wij waren toch wel wat verbaasd over deze, deze voorgenomen maatregel. Dit hadden we niet verwacht. En bovendien, wij hebben hele goede ervaringen met de BSA binnen het studieadvies. En we weten dat als je studenten heel goed voorbereidt hier op een goede, en je geeft ze een goede start als ze studeren, ja, dan hebben ze daar ontzettend veel profijt van. Dus om het zomaar, dus haar blik, haar kijk erop, daar zijn we niet, daar zijn we toch wel wat verbaasd over. Ja. Vindt u het overdreven? Ik realiseer me heel goed dat voor studenten het flink aanpoot is. En dat als je hier in een nieuwe stad voor velen begint en gelijk ook een forse druk op je wordt gezet om te presteren, dat zeker wat is voor studenten. Maar aan de andere kant, dat is ook heel goed. Studenten zijn daar ook op voorbereid. En bovendien hebben ze ook maar een korte tijd om te studeren, want anders moeten ze nog meer lenen. Dus wij hebben hele goede ervaringen met ons systeem. Ja, maar is het dan toch niet verstandig om die druk een beetje naar beneden te brengen, die studiedruk? Ja, dus wij hebben onze data, we hebben veel studenten gevolgd de afgelopen jaren in ons nieuwe systeem. En we hebben geen aanwijzingen dat dit leidt tot bijvoorbeeld meer uitval van studenten. Dus ja, mijn voorstel zijn, laat eerst maar zien hoe dat dan, dat het ook daadwerkelijk leidt tot meer werkdruk en psychische belasting. Wij zien dat niet.